We zijn hier vandaag in Bredene. Ik ga een lezing geven voor een 100-tal jongeren. Deze keer van het vierde middelbaar. En de lezing gaat gaan over alcohol, maar eigenlijk ook vooral hoe dat je nuchter door het leven kunt gaan. Een beetje een andere visie op alcohol, op het leven. En ik hoop dat ik de jongeren vandaag ga kunnen inspireren om zo een andere manier van leven te hebben. En zodat ze echt kunnen genieten op een andere manier. Hij staat er goed aan de goede duivel spelen. Het was een zeer interessante lezing. Ik heb veel bijgeleerd. Omdat je zo anders denkt over alcohol en zo. En ja, ik heb daar nu zo'n ander beeld over wel. Ik vond dat hij goed bij zijn standpunt bleef. Ja. Snap je? Dus ja, het is niet dat hij veranderde van standpunt. Ja. Ah ja, goed. Ja, heel goed. Ja, maar tof ook zo met veel voorbeeldjes. Yeah. Dat is zo'n beetje acteerde ook, vond ik wel tof. Ik vond het ook zeer interessant en ik vind echt dat ik heb echt veel respect voor de meneer, voor Michael. Maar wat hij doet en wat hij heeft doorstaan. Hij heeft er ook leuke verhaaltjes bij gezegd en hij maakt het ook heel interessant thema. Dank u wel. Ik ga nooit beginnen met drinken, denk ik. Ik zie daar de voordelen eigenlijk niet van in. Nee, ik ook niet. Dat je ook zonder alcohol plezier kunt maken. En dat het eigenlijk ernstiger is dan je denkt. Ja. Dank je. Minder drinken. dat dat niet goed is drinken en dat je daarvan kan sterven. En dat je voor jezelf moet inzien of dat goed is voor je of niet. En je moet je met grenzen kennen. Ja, voilà. Woodstar Productions.